Aankomende zondag is er op de Groene Heuvels het eerste zorg- en afscheidsevent. Vanaf 11 uur 's ochtends is er van alles te beleven op het gebied van de dood. Er zijn veel stands met informatie over het thema afscheid, variërend van een zorgstraatje tot interactieve mogelijkheden bij het graf. Naast deze stands zijn er ook de nodige activiteiten verspreid over de hele dag. Het evenement houdt in dat inwoners uit de regio Rijk van Nijmegen hier allerlei informatie op kunnen doen op het gebied van voor, rond en na een overlijden. Het is toch een periode waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt, of voor zichzelf of voor naasten en familie. En het is altijd heel goed om je daarop om tijdig op te oriënteren wat de opties en mogelijkheden zijn op dat gebied. Het is echt van zorg tot rouw en alles wat ertussen zit. Dus je hebt een heel groot een zorgstraatje, noemen we dat, waarin vrijwel alle zorgorganisaties en hospices uit Nijmegen en de omgeving aanwezig zijn. Om te laten zien en te vertellen aan mensen wat er mogelijk is op het gebied van laatste levensfase. Mantelzorg, woonzorgcentra, dat soort dingen. Maar ook op het gebied van uitvaartondernemingen. Hoe werkt het nou in uitvaartregelen? Bij wie moet ik dan terecht? Wat is belangrijk daarbij? Maar ook zaken als een rouwauto, unieke kisten. Maar bijvoorbeeld ook een duikvaart met een asverstrooiing onder water in een oplosbare urn. Dus eigenlijk van alles te doen, redelijk uniek en heel erg interactief. De een zal een unieke gekleurde rouwauto het mooiste vinden. De andere zal het bijzonder vinden dat je tegenwoordig ook je as onder water kan verstrooien. Voor de watersportliefhebbers bijvoorbeeld. Iemand anders zal het weer heel bijzonder vinden dat er een wensambulance is. Die mensen hun laatste wens een mooi uitje kan geven. En dat ze ook uiteindelijk ook wel gewoon een leuke dag hebben gehad. Met allemaal dingen waarvan ze dachten van, ik wist helemaal niet dat dit kon. Maar ik ben heel blij dat ik weet dat dit kan op dit gebied.